In deze video doen wij een hide and seek in het nieuwe Stranger Things huis. Iedereen krijgt 1 minuut de tijd te verstoppen en ik moet iedereen zien te vinden. En als er dan nog maar 3 spelers over zijn, moeten ze een fashion show doen in het thema van Halloween. Maar de vraag is, wie gaat er winnen? We gaan beginnen met ronde nummer 1. En ik heb zo'n vermoeden, hè. Ik heb zo'n vermoeden. Oh my... Ja, nee, ik hoorde jullie totaal niet. Wel, ik moet eerlijk toegeven, jullie hebben 2 mooie skins aan MDR en Dutch Super Fins. Ja, dit is wel een beetje pech. Eerlijk is eerlijk. Dankjewel. Ik moet deze wel even killen, want dit is natuurlijk wel een beetje overdreven. Zit iemand hier? Nee. Iemand hierachter? Nee. Oh, nee. Nee, nee. Dat was dom. Dat was hier. Wait, dat hoorde ik. Oh. Hey. Hey. Oh, wacht, kom eens hier, jongens. Kom eens hier. Jullie twee, kom eens hier. Zit iemand achter de trap? Kom eens hier. En jij. Kom eens. 3, 2, 1. Oké, hij komt niet. Ja, dan moet ik je killen. Hij komt niet. Ja, sorry. Je mag ergens anders verstoppen, oké? Want je plekje werd verpest door een wolf. Dus kijk even 10 seconden niet. Dan moet je ergens anders verstoppen, oké? En dan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oké, niks gebeurd. Even kijken, ik hoorde hier wel echt iets superdoms. Dankjewel, Gameboy. Ik hoorde gewoon iemand gewoon switchen van seats. Hallo. Ah. Weet je, ik ga jou niet killen. Ja, tuurlijk wel. Tuurlijk wel, het is hide and seek. Ik bedoel, kom op. Gewoon hide and seek. Maar nu, denken ze allemaal dat ik ze niet gezien heb, hè. Maar ik zie ze allemaal. Kijk hier, het steekt zelfs uit. It's no offense, hè. It's no offense. Niet persoonlijk, het is gewoon je skin, hè. Het is gewoon je skin. Het is gewoon je skin. Dankjewel. Bro, ik heb al 10 mensen, man. Nu al 10. Ah! Oh. Hey, een kroontje. Ho. Ja, het zat allemaal een beetje in de fik. Zo. Oh nee, nu gaat alles in de fik. Oh nee, please niet. Please, dat is niet de bedoeling. Oké, we hebben al 14. Maat, ik heb al 14 mensen. Ik heb toevallig gezien dat er iemand hier zit. Ik heb geen ammo meer, maar dankjewel. Ik heb gezien dat er iemand hier achter zat met een kroontje, maar dat is weg. Of niet? Ja. Oké, maar even serieus. Hoeveel kills zal ik hier pakken? Daar gaan we. Tot nu toe niemand hier? Ja, dat kan niet. Dat kan nooit. Nee, dat kan niet. Nee, dat kan nooit. Dit geloof ik niet. Dan zie je, die het wel gepakt. Is hier toch sowieso wel iemand? Nee, dat kan nooit. Waar ben jij? Ja. Oh. Oké, we hebben in ieder geval 1 iemand. Moet ik het echt hier wel laten voor deze ronde? 16 kills. Ik had zoveel meer kills moeten maken, hè. Er zit hier sowieso nog wel iemand. Maar diegene heeft dan echt verdomd veel geluk. We gaan door naar de volgende ronde. En er zijn nog 30 spelers over. Laten we beginnen met ronde nummer 2. En ik wil het liefste... Zag ik daar nou... Ja. Ik zag iets in mijn ooghoek. Ik zat van... Is dat nou gewoon een enemy? En dat was het ook zeer zeker. Oké, dat is kill 1. Ik wil eigenlijk toch wel naar de... Het liefst, ja, top 10 of zo, toch? Ja, of dat gaat lukken, geen idee. We hebben hieronder. Ah, ja. Ja, dankjewel. Kan je hierachter? Nee. Heb je hier nog iets? Nee. Iemand in de auto, toevallig? Nee, ook niet. Oh, dat was zo niet slim. Dat was zo niet slim, Thijs. Nee! Ik hoorde je. Nou ben ik benieuwd, hè. Ik heb het net. Oh. Ik dacht, oké, zou er misschien nog iemand in het gras zitten? En ja hoor. Oh, maar ik mis hier zo snel mensen. Dat is echt niet normaal. Je loopt heel snel langs iemand, toch? Dus dan kom je nooit helemaal achter. Oh, ja, dankjewel. En... Niks hier. Volgens mij heb ik nu iedereen wel gekild, toch? Ik bedoel, wie gaat er nog meer in dit gras zitten? Dat is helemaal geen goede plek. Toch? Denk ik. Sniper. En je weet het niet, hè? Je weet het niet. Iets meer misschien het midden checken.
Oh ja, ik ga nog iemand. Ik heb zo'n gevoel dat er nog iemand is. Ik weet niet waarom. Maar dat ik die gemist heb. Ja, maar. Nee. Heb ik al echt iedereen gehad hier? Dat geloof ik niet. Oké, ik heb geen idee. Degene die hier nog zit. Wacht heel even. Nee. Oké, Lucky. Hier op het dak misschien. Oh. Yo! Wat? Oké, dat was wel een lijpe spot. Ga die liegen. Dat was wel een nice spot. Oké, ik wil echt heel graag het huis nu ingaan. Want ik durf te wedden dat hier echt pokken veel mensen zitten. Dus kom maar door. Waar zijn jullie? Iemand onder de trap, let op. Niet. Oké, dat is knap. Oh! Oeh, ik hoor iemand scrootje. Oeh, dat is geen goed teken. Oh, wat mooi. Ja, wel een mooie skin trouwens. Een hele mooie skin. Dank jullie wel. Wat hebben we nog meer hier? Zit hier iemand nog boven of zo? Ah, dat kan natuurlijk niet, want ik kan natuurlijk niet bouwen. Dus dat kan niet. Oh. Dankjewel. En mag ik misschien van iemand een kroontje? Moet je hem even droppen of zo? Weet niet. Dat werkt misschien wel goed. Dat vind ik een beetje jammer. Hé, hey, dankjewel. Dat vind ik een beetje jammer dat niemand zijn kroontje dropt voor mij. Waarom is het nog zo moeilijk ook gewoon? Er zijn nog 13 andere of 12 andere over trouwens. Maar waar dan? Ik heb nu toch wel het hele huis gespit, toch? Of niet? Hoezo zijn er nog zoveel mensen over? Nog 12. Ik wil nog 2 mensen killen. Ik wil die top 10 halen. Zit er niemand meer in het huis? Ik geloof dat niet. Hoezo is hier niemand meer? Dat kan nooit. Wacht, misschien zit iemand weer op de oude plek. Ooit. Oh. En... Nee. Hier iemand? Nee. Oh, maat. Oké, dan nog 1 iemand, hè. Nog 1 iemand kunnen killen, eigenlijk. Wait. Ja. Sowieso. Komt-ie. Oké. Dan hebben we een top 11. Eigenlijk een top 10, maar... Oh my! We hebben de top 10. Hallo? Dat is nee. Ah, het spijt me. Wij gaan door naar de volgende ronde. En er zijn nog maar 9 spelers over. Ronde nummer 3. We hebben hier een top 10 in onze handen. En ik ben heel erg benieuwd of iedereen een beetje verspreid zit. Of dat iedereen op een sneaky plek zit. Of in een bosje. Ja, dus. of dat mensen in een ander bosje zitten. Nee, oké, dat weer net niet. Eens even kijken. Oh, wait, what? Yo. 1 lijpe plek. Dat was wel een sicke plek, bro boy. Ik ga niet liegen. Er zijn nog 7 andere mensen over. Wacht. Was er dan iemand hier? Nee. Oké. Eigenlijk wil ik het spannender maken. Oké, ik ga het spannender maken. Oké, wacht. Ik ga eventjes hier in een box zitten. En dan wil ik nu dat iedereen verplaatst. Iedereen verplaatst nu van plek. Maak niet uit waar je heen rent. Verplaatst van plek. Ik geef jullie 15 seconden om van plek te verwisselen. En je moet op een andere plek gaan zitten. 5, 4, 3, 2, 1. Ik heb niemand gehoord. Dit vind ik heel erg zus. Ik heb niks gehoord. Dus dat zou betekenen dat hier niemand meer zou zitten. Right? Ik heb hier toch alles al gevonden? Of ben ik nou helemaal gek? Wait. Hè? Wait. En hoe kom je daar dan eigenlijk op? Kan je hier... Wacht even hoor. Ik snap hier helemaal niks van. Waar is iedereen? Waar de heck is iedereen? Ik snap er echt helemaal niks van. Ik denk even naar de wc moet. Oké, maar dan zijn er nog eens 6 enemies over. Ja. Holy hell, wat een goede plek was dit zeg. Hierachter? Nee. De laatste 5. Maat! We gaan door naar de allerlaatste ronde. En in deze ronde is er maar 1 winnaar. We gaan beginnen. We hebben de top 5 in de lobby zitten. En ik ben heel erg benieuwd of ik überhaupt mensen ga kunnen vinden. Want... jullie spots waren zo insane goed. Dat ik toch een beetje zit van... Nou, ik weet het niet zeker. Of ik het überhaupt ga kunnen vinden. Ik moet alles echt 3-dubbel checken. Hè? Want je mag natuurlijk weer naar een plek gaan die al een keer bezocht is.
We hebben sowieso 2 kills nodig. 2 kills. Is hier iemand? Nee. Iemand hier. Nee. Iemand hierboven. Ze zit sowieso in het huis. Kan toch niet anders? Ik heb 2 kills nodig. 2. Is hier iemand? Nee. Oké, de onderste verdieping is safe. Zouden de mensen nu misschien in het graan zijn gaan zitten? Dat lijkt me op zich nog best wel een logische plek. Ik wil het toch even checken. Want ik bedoel, laten we even eerlijk zijn. Dat maisveld, of wat, dat is zo makkelijk om in te verstoppen. Maar aan de ene kant, zou er echt iemand gaan zitten nu? I don't know. Maar ga ik dit helemaal weer uitlopen? In het risico nemen dat er iemand zit? En misschien zit er wel helemaal niemand. Hoor ik iemand? Hoor ik iemand? Nee, toch? Ik moet 2 mensen killen. Hoe moeilijk kan het zijn, Rick? Zijn jullie hier ergens? Nee, ook niet. Oh. Dankjewel. En de tweede keer. Yes! Dankjewel. Oké, we hebben de top 3. De top 3. Maar de top 3 gaat er iets anders uitzien dan jullie gewend zijn van de hide and seek. Want wie heeft hier de mooiste skin aan? Ik vind dat... Damn, dit wordt zo moeilijk. Echt Halloween-achtig. Dan val jij denk ik als eerst af. Sorry. En dan gaan we tussen deze twee. Wie oh wie gaat de hide and seek winnen? Damn it, ik weet het niet. Ik ga wachten. Backbling. Ik vind deze backbling ook wel echt lijp. Maar maybe moet ik gaan toch voor iets nieuwers. Het spijt me. Het spijt me. Gefeliciteerd. Dit was echt moeilijk. Ik ben het gedeeltelijke eerste plek. Maar gefeliciteerd met de win.